President Chan Sant'Oki en vice-president Ronnie Brunswijk hebben vandaag een bezoek gebracht aan Saramacca. De minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia Emmanuels, maakte ook deel uit van de delegatie. Districtscommissaris Shireen Bansi Durga ontving de presidentiële delegatie. Tijdens een formeel bezoek op het commissariaat zijn de problemen van Saramacca besproken. Na het formeel bezoek heeft de delegatie enkele veldbezoeken gedaan om ook aan te horen wat op het hart van de burgerij zit. Zondag vertrekt de delegatie naar het kokosdistrict Koroni. De bedoeling is dat elk district uiteindelijk een bezoek krijgt van de regeringsleiders.